We beginnen met het verhaal Jessica. Daar zijn we vorige week mee begonnen. Vanavond horen jullie de tweede aflevering. Het verhaal wordt verteld door Wim de Knijf naar het gelijknamige boek van Heshba Stratton. Jessica is het verhaal van een meisje dat woont in de achterbuurten van Londen. Bij het koffiestalletje van de oude man onder de spoorbrug was op een goede dag een haveloos meisje verschenen. Kennelijk om te zien of er misschien iets van de koffie of van de broodjes voor haar over zou schieten. Maar de nukkige oude baas stuurde haar weg. Zo lang mogelijk had ze geprobeerd tijd te rekken, maar uiteindelijk ging ze toch. Ze rook nog de geur van de koffie. Ze voelde nog even de luwte van de stenen pijler van de spoorwegbrug. En toen was ze weer in de regen. Maar voor ze 10 stappen gedaan had, hoorde ze zijn stem. Hij klonk nu wat harder. Ze hoorde dat ze geroepen werd. En in een ogenblik was ze bij het koffiestalletje terug. Ga daar maar zitten, wees de oude baas. Opnieuw sprak hij zacht, zodat de ene jongen die nog zijn ontbijt stond te eten het niet hoorde. Hier is een beetje koffie. En hier zijn een paar korstjes brood. Ze greep er gretig naar. Maar denk erom, je mag nooit weer komen hoor. Ik geef je nooit meer iets. Ik geef niet aan bedelaars. En als je gebedeld had, zou ik de politie geroepen hebben, fluisterde de oude baas. En vriendelijker liet hij erop volgen. Daar, hou je voeten bij het vuur. Nou, hoe bevalt dat? Het meisje keek hem dankbaar aan. Ze zat heerlijk op de lege mand, met haar koude voeten dicht bij de pan met brandende houtskool. En ze hield de kop met dampende koffie op haar schoot en haar mond was te vol om antwoord te geven op die laatste vraag van de oude baas. De baas van het koffiestalletje was een poos druk met het inpakken van zijn spullen. Hij ging het stalletje afbreken en wegbrengen, zoals iedere andere morgen. Maar zo nu en dan hield hij op om naar het meisje op de man te kijken. En dan schudde hij zijn hoofd en dan keek hij nog ernstiger dan anders. Hoe heet je? Vroeg hij eindelijk. Ach, dat doet er ook niet toe. Het gaat me niet aan hoe je heet. Wat kan mij je naam schelen? Maar het meisje deed alsof ze het laatste niet gehoord had en alleen maar de eerste vraag. Oh, ik heet Jessica, zei ze. En ze babbelde nu verder. Mijn moeder en iedereen noemen me Jess en dat is helemaal niet leuk. Het is altijd Jess hier en Jess daar. En iedereen laat me boodschappen doen. En ze slaan me ook. Ze schoppen en knijpen me. Kijkt u maar eens hier. Ze wees op haar armen. Of haar armen blauw waren van de kou of door mishandeling. Dat kon de oude baas niet zien. Hij schudde wel weer ernstig het hoofd. En Jessica voelde zich daardoor aangemoedigd om nog meer te zeggen. Oh, ik wou dat ik hier altijd kon blijven, zei ze. Maar ik weet dat u nu weggaat. En ik nooit meer terug mag komen. Doe ik dat wel, dan stuurt u de politie op me af. Ja, zei de oude baas van het koffiestalletje onder de spoorwegbrug. Hij keek in het rond of er soms nog andere arme kinderen in de buurt waren. Maar hij zag ze niet. En hij draaide zich maar naar het meisje toe. Luister. Als je belooft een hele week niet weer te komen en dat je het aan niemand vertelt, dan mag je nog eens komen. Ik zal je nog eens trakteren, maar nu moet je weggaan. Oh, ik ben al weg, meneer, zei Jessica haastig. Zacht liet ze erop volgen. Als u soms een boodschap hebt die ik doen kan, dan zou ik die heel goed doen. Laat me iets voor u dragen. Nee. Weerde de oude baas zich haastig af. Ga nu weg als een lief meisje. En pas op, laat ik je de hele week niet weer zien. Goed, beloofde Jessica. En ze zetten het op een lopen over de natte straat. Ze wilde laten zien aan de oude baas uit het koffiestalletje dat ze hem wilde gehoorzamen. En de oude baas? Hij zag haar niet meer. Jessica was verdwenen in het grijs van de neervallende regen en tussen de mensen op straat. Als andere keren bracht hij zijn spulletjes naar het koffiehuis. En met voorzichtige blik keek hij om zich heen of hij geen bekende zag. In de luwte van de stenen pijler van een van de vele spoorbruggen in Londen werd hij het overige van de dag niet meer gezien.
Jessica hield woord. Ze kwam niet terug voor de afgesproken tijd. De oude baas van het koffiestalletje had iedere morgen naar haar uitgekeken. Dan stond hij daar, in de donkere schaduw van de spoorwegbrug zijn klanten te helpen. En ondertussen keek hij rond of hij dat bleke gezichtje weer zag. Maar hij zag het niet. Ze mocht toch ook de hele week niet meer komen? Maar toen de tijd om was, was ze er. Jessica richtte opnieuw haar ogen op de grote stapels broodjes en boterhammen. Stapels heerlijk eten, maar stapels die steeds kleiner werden. Toen de oude man haar zag, was zijn zaak op het drukst. Jessica moest geduldig aan de kant wachten tot het haar tijd was. Maar nauwelijks had de klok van de Big Ben 8 slagen laten horen, of ze kwam dichter bij het koffiestalletje. De oude baas wenkte haar. Kom maar, kom maar. Ze kroop tussen de schragen en onder de houten tafel door. Ze mocht weer op haar vroegere plaatsje op de lege mand zitten. Je bent nog een beetje magerder, schrok de oude man toen hij haar van heel dichtbij zag. Hij legde een heel broodje op haar schoot. Het was wel een oud broodje, dat van de voorraad van de vorige dag was overgebleven. Hij zag nu ook dat ze nog slechter gekleed was dan de week ervoor. Jessica merkte niet hoe de man naar haar keek. Ze bracht de kop koffie aan haar lippen en haar verkleumde handen omknelden de hete kop weer. Na een paar slokjes voorzichtig gedronken te hebben, keek ze naar de oude man. Hoe heet u? Vroeg ze en haar doordringende ogen staarden hem aan. Hoezo? Vroeg hij aarzelend. Nee, de oude baas uit het koffiestalletje wilde niet graag iets van zichzelf vertellen. Nou, gewoon uw naam? Vroeg Jessica na een ogenblikje stilte. Mijn voornaam is Daniel, verklapte de man nu zijn geheim. En waar woont u, meneer Daniel? Vroeg Jessica verder. Wel, nou nog mooier, viel de oude baas uit. Als je brutaal wordt, dan moest je maar liever weggaan. Hij kwam een stap dichter naar Jessica toe. Hij stak een vinger op en schudde die heen en weer. Wat gaat jou dat aan waar ik woon? Geloof maar niet dat het me iets kan schelen waar jij woont. Oh, u moet niet boos worden, schrok Jessica. En bedeesd liet ze erop volgen. Ik dacht dat ik wel zou mogen weten waar u woont, want u bent zo vriendelijk en goed voor me, meneer Daniel. Tegelijk hapte ze weer in het oude broodje dat hij haar gegeven had. Nou, het smaakte haar best. Ik goed? Ik weet het niet, dacht de oude baas hardop. Hij keek weer naar het arme meisje en zijn ogen stonden onrustig. En zacht herhaalde hij. Ik goed? Ben bang van niet. De oude baas van het koffiestalletje telde zijn geld. Een heleboel stuivers. Hij had ze van de klanten ontvangen en in een sterke linnenzak gestopt. En onder het tellen zuchtte hij nog dieper. Hij liet zomaar 1 van de stuivers vallen. Op de modderige straat. Hij deed het met opzet. Maar dat zag Jessica niet. Ze zag de oude man verder gaan met tellen. Ze zag de stuiver vlak voor zich in de modder. De oude Daniel keek onder het tellen ongemerkt naar het meisje op de mand. Hij zag dat haar gezicht niet veranderde toen ze haar voet op de stuiver zette. Ze keek rond alsof ze belangstelling voor haar omgeving had, maar met haar voet haalde ze de stuiver voorzichtig naar zich toe. Ze praatte met de oude man, terwijl haar voet al dichter bij de mand kwam. De mand waarop ze zat. Even was er een pijnlijk gevoel in de borst van de oude man. Even maar. Maar daarna was hij blij. Hij had dit meisje als een jonge dief betrapt. Had hij haar niet betrapt, dan zou ze straks meer van hem stelen. Nu moest hij weg. Alles moest naar het koffiehuis. Maar eerst zou hij haar die blote voet laten verzetten. En dan zou de stuiver die eronder lag voor de dag komen. En dan zou hij haar boos waarschuwen om zich nooit meer bij zijn koffiestalletje te wagen. Nooit meer. Hij voelde weer even die pijn. Hij dacht, dat is nu haar dank. 2 keer heb ik haar wat te eten gegeven. Ik heb haar meer vriendelijkheid geschonken dan aan wie ook anders in vele jaren. Zijn linnen geldzak maakte een prettig geluid toen hij die neerzette op de houten tafel. Deze keer hoorde hij het niet. Hij dacht aan het meisje daar bij hem. Hij was blij en toch ook verdrietig tegelijk. Blij omdat hij haar zo vlug betrapt had. En verdrietig omdat ze bij een eerste gelegenheid hem al wilde bestelen. En dat laatste vond de oude Daniel het ergste. Hij dacht er treurig over na.